Helemaal superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een nieuwe Beauty Bits en vandaag is mijn Beauty Bits 4 volgens mij. En dat zijn oogschaduwpaletten. Ik heb het hele bakje vol met oogschaduwpaletten en ik ga jullie vandaag laten zien welke het allemaal zijn, welke ik fijn vind, waar swatches laten zien. Deze was heel erg vaak aangevraagd, dus het leek me heel erg leuk om het te doen. Ik wil hem eerst uitstellen omdat ik heb eind januari een palet besteld, het Morphe 35 O palet. Misschien hebben jullie sommigen, of kennen sommigen van jullie hem wel, heel mooi palet met allemaal een beetje oranje tinten. En dat vind ik echt super mooi. Dus ik heb hem gepre-orderd. Maar het duurt eindeloos. En dat heb ik gedaan bij de Boozy Shop. Boozy Shop zelf kan daar helemaal niks aan doen. Morphe die heeft gewoon niet voorzien hoe populair dat palet was. Dus die kunnen ze nu niet aan Boozy Shop leveren. Dus kan Boozy Shop niet aan mij leveren. Heel jammer dat ik er al zo lang op wacht. Maar ja, ik neem er niks kwalijk. Maar daardoor dacht ik eerst, ik stel hem wel uit, want ik hoopte dat het binnenkort wel zou komen. Maar nu dacht ik, wil deze video gewoon graag opnemen, dus dat ga ik nu doen. Ik ga zoals altijd weer van goedkoper naar het duurst. Dus daarom begin ik bij mijn Sleek paletten. Ik heb 4 paletjes van Sleek. Dit waren de eerste paletten die ik eigenlijk kocht, waardoor ik into make-up kwam. En dit zijn super goede paletten. Gewoon over de kwaliteit van Sleek, hands down, altijd perfecte pigmentatie. Echt, wil je voor weinig geld, want eens een paletje kost 10 euro... goede pigmentatie, goede kleurtjes, dan raad ik zeker aan om hier een palet van te kopen. Dit was het allereerste paletje wat ik kocht. Dit is het Oh So Special palet. En hier zit heel veel natuurlijke tinten. Hier wat donkerder, daar wat lichter. Deze neem ik ook vaak mee op vakantie. En ja, dit is echt een van mijn favorieten. Tegelijkertijd met de vorige kocht ik deze. Hier zitten namelijk wat fellere kleurtjes in. En dat vond ik wel heel erg leuk. Zodat ik wat natuurlijks had en wat fellers. Hier zitten dus, zoals je ziet, echt een paar hele blauwe groene kleurtjes in. En deze zijn ook allemaal heel erg shiny. Behalve de zwarte, die is mat. Maar ik draag zelf eigenlijk bijna nooit zwarte oogschaduw. Mijn favoriete kleurtje van deze is deze koperen. Die is echt ja, heel erg mooi. Dat is een hele mooie warme kleur. Maar ik merk wel dat ik palet niet... Dat ik hem niet super vaak pak, doordat deze felle kleurtjes niet echt heel erg everyday draagbaar zijn. Dus op zich mooi palet als je al wat meerdere hebt. Maar ik zou deze niet aanraden als je eerste palet of zo. Dan heb ik ook nog deze. Dit is de Ultramatte V2. Deze is echt heel lang mijn favoriete geweest. Want ik hou heel erg van matte oogschaduwkleurtjes. En je hebt hier ook echt van alles wat. Je kan met deze kleurtjes best wel een natuurlijke look maken. Je hebt door die roze en paarse kleur heb je weer iets meer... warmte, maar je hebt ook hele coole kleurtjes zoals die groene en die blauwe hier. Dus je kan er best wel veel kanten mee op. Maar ja, het is dus wel alleen maar mat. Dus daar moet je wel echt heel erg van houden. En het zijn niet ook allemaal de meest draagbare kleurtjes. Maar dat vond ik er juist wel leuk aan. Omdat ik op dat moment nog niet zoveel matte oogschaduws had. En je hierdoor van elke kleur er eentje hebt. En het laatste palet van Sleek, dat is was een limited edition. Dit is de Arabian Night Palette. En deze wilde ik echt super graag hebben, maar achteraf best wel veel spijt van deze aankoop. Want het zijn best wel veel donkere kleurtjes. Vooral dit hele stuk eigenlijk is super donker en ook daardoor niet per se heel draagbaar. Het zijn ook een beetje groen-blauwige kleurtjes en dat is niet iets wat ik heel vaak draag. Dus uiteindelijk is dit wel een van mijn minst gebruikte paletten ooit. En ja, ik kan hem ook niet meer echt afraden, want het was een limited edition. Dus hij is niet meer te koop, maar ja, dus niet echt een favoriet. Al deze paletten waren 10 euro en die kan je bij sites zoals Boozy Shop en Makeup Spot gewoon bestellen online. En volgens mij hebben ook sommige Ethos filialen tegenwoordig Sleek. Dan heb ik ook nog dit paletje van Elf. Deze was ook 10 euro. En dit is juist een palet met alleen maar hele metallic kleurtjes. En deze zijn ook echt super goed gepigmenteerd. Als je er ook maar een klein beetje overheen gaat, geeft het dan super goede pigmentatie. En hier heb je eigenlijk van licht naar donker van alles wel een kleurtje. Alleen hier heb ik het enige probleem een beetje mee, is dat er dus helemaal geen matte kleur in zit. En dat is natuurlijk het idee van dit palet. Maar als ik een look ga maken, wil ik graag ook een wat mattere, donkere bruine kleur. En dan doe ik zo'n fel kleurtje met glitters in het midden of in de binnenkant van mijn ooghoek. En dat kan niet echt met dit palet. Ik zou dit palet nooit in zijn eentje gebruiken, maar wel altijd in combinatie met anderen. Hou je wel van hele glitterige en metallic ooglooks, dan is dit natuurlijk perfect omdat je van... donker naar licht, van elke soort bruin tint een kleurtje hebt. En de pigmentatie is dus echt ontzettend goed. Dan heb ik van Kiko ook dit kleine paletje. En dit is echt een van mijn favoriete paletjes ooit. Ondanks dat het eigenlijk, ja, het is maar een quad. Dit is de kleur 101. Volgens mij heet die Coral Burgundy. En dit is een super mooie, ja, bordeaux, rood, roze, paarsige kleurtjes aan dit. En hier kun je dus wel echt heel goed een look mee maken. Ondanks dat het ook wel allemaal... shimmer heeft, vind ik deze makkelijker
te gebruiken. Omdat hier de shimmers niet in elke kleur even opvallend zijn. Dus dan kan je echt lichtste kleur binnen en dan gewoon naar buiten werken. Daarbij het donkerste kleur alleen in je crease bijvoorbeeld. Nou, dat heb ik heel vaak gedaan met dit palet. Ik vind dit voor de herfst en winter heel mooi. Deze warme donkere kleurtjes. In de lente of zomer zou ik het er iets minder snel bij pakken. Volgens mij is deze gewoon nog te koop. En deze is echt favoriet. Deze was, dacht ik, uit mijn hoofd €13,90. Dan heb ik nog een palet van Kiko. En dit is een super groot palet wat je helemaal zelf kan samenstellen. En ik heb hier een hele aparte video over gedaan. Die zou ik wel even linken. En ik heb heel veel verschillende kleurtjes uitgekozen van alles wat. En die heb ik in het palet gestopt. Dit zijn 24 kleurtjes. En dan moet je apart betalen voor de kleurtjes en voor het palet. Ik heb dit toen gekocht bijna alle kleurtjes toen er een enorme aanbieding was. Dus ik heb hier niet heel veel geld aan besteed. Maar volgens mij zijn van die losse pens €3,90. En doos ligt eraan welke grootte je koopt. Ik vind het palet wel heel erg mooi. Er zitten hele mooie kleurtjes in. Maar doordat het zo enorm is, want zoals je ziet, het is echt een ontzettend groot ding. Ligt hij niet bij mijn andere paletten in de la. En daardoor vergeet ik hem heel erg vaak. Ik vergeet gewoon deze te pakken, omdat hij zo enorm is. En je kan hem ook niet makkelijk meenemen of zo. Ergens naartoe. Daarom gebruik ik hem gewoon niet heel erg vaak. En de kwaliteit van de kleurtjes wisselt wel heel erg. Bijvoorbeeld deze kleurtjes zijn echt heel erg goed. En die witte kleuren zijn ook. Maar ik heb hier een hele shimmery kleur. En die heeft eigenlijk echt nul pigment. Alleen maar glitters. Dus ja, dat verschilt nog een beetje per kleur. En daarom, ik pak hem er gewoon niet super snel bij. Ondanks dat het wel een mooi palet is. Een ander palet wat ik zelf heb kunnen samenstellen is mijn Makeup Geek palet. Wel, dit is een Z-palet gevuld met Makeup Geek oogschaduws. Dit zijn echt mijn favoriete oogschaduws geworden. Ik heb 1 januari mijn eerste bestelling geplaatst. En in begin april mijn laatste volgens mij. Dus hij zit nu helemaal gevuld. En ik ben heel erg blij met het eindresultaat. Het zijn heel erg de kleurtjes natuurlijk waarvan ik hou. Omdat je het zelf kan uitkiezen. Heel veel bruin tinten, heel veel warme kleurtjes. Heel veel glitterende gouden roze tinten. En hieronder heb ik nog wat bordeaux rode en paarsige tintjes. Die ik ook allemaal heel erg mooi vind. Ik vind het gewoon super handig dat je het zelf kan samenstellen. Want in andere paletten zitten altijd wel een paar kleurtjes die je eigenlijk nooit pakt en nooit gebruikt. En dat is hier niet zo, omdat je het dus zelf kan uitkiezen. Maar ik raad dus heel erg aan om hier naar te gaan kijken. Dit kan je bestellen op beautybay.com. Die site zal ik ook wel even in de beschrijving zetten. Dan heb ik dit paletje van Too Faced. En dit is de Natural Matte Palette. Zoals ik al eerder zei, hou ik heel erg van matte oogschaduws. En ook heel erg van warme tintjes en kleurtjes zoals deze. Dus toen ik zag dat deze uitkwam, wilde ik hem heel erg graag hebben. En toen heb ik hem vorig jaar in Lille gekocht. Ik ben er heel erg blij mee. Ik gebruik hem ook echt heel erg vaak. Vooral deze middelste rij vind ik heel mooi. Deze twee kleurtjes hier. Maar ook die warme kleurtjes hier aan de onderkant gebruik ik super vaak. En Too Faced oogschaduws zijn echt mijn favoriete oogschaduws ooit. Ze blenden gewoon super makkelijk. Ik denk dat iedereen een mooie ooglook kan maken met Too Faced oogschaduws. Gewoon omdat ze zo makkelijk zijn om mee te werken. En je kan er gewoon heel veel dingen mee. Ze zijn gewoon echt heel prettig. En dit is namelijk echt een van mijn meest favoriete paletten. Dan hebben we dit palet van Lorac. Ik moet iedereen teleurstellen die de vraag wil gaan stellen. Hoe kom je eraan? Ik heb hem door een vriendinnetje laten meebrengen uit Amerika. Je kan het niet of nauwelijks krijgen hier in Nederland. Dus dat is gewoon heel jammer. Want het is echt een super mooi palet. De bovenste rij zijn allemaal matte oogschaduws. En de onderste rij zijn allemaal shimmery kleurtjes. En deze oogschaduws zijn ook super goed gepigmenteerd. Je hebt een hele mooie kleurenselectie. Want er zijn heel veel, zoals je meestal ziet in deze paletten, hou ik heel erg van natuurlijke oogschaduwlooks. Dus met heel veel bruin tinten en dan hier een paar shimmery kleurtjes die je dan in de binnenste ooghoek kan doen of in het midden van het ooglid. Deze allerdonkerste kleurtjes gebruik ik daarom niet heel erg vaak. Je hebt hier bijvoorbeeld een beetje een blauwe en een paarsje, maar ook al deze espresso kleur, die is heel erg donker. Wel heel erg mooi, maar deze kleurtjes zijn zo goed gepigmenteerd dat het wel dat je een beetje moet uitkijken met als je ermee gaat werken. Dat je niet te veel van één kleur in één keer op je pas doet. Je kan het beter opbouwen, want ze zijn zo gepigmenteerd dat je snel te veel doet. Maar ja, ik vind dat niet verkeerd of zo dat ze goed gepigmenteerd zijn, want ze zijn zo mooi en daardoor ook juist heel goed. Dan heb ik ook die palet van Zoeva. Die moest eigenlijk veel eerder als het gaat om hoe duur die zijn. Want deze was volgens mij $40 en deze was €19 uit mijn hoofd. Dat is dit palet. En ik vind het echt, alleen de verpakking is al super mooi. En het heeft een beetje een chocoladethema. Het heeft heel veel mooie bruine kleurtjes. En hier ook wat shimmery kleurtjes. Een hele gave, beetje roze cranberry kleur. En ik vind het echt een heel erg mooi palet. Ik gebruik hem wel vaak in combinatie met andere paletten. Omdat de
matte bruine kleurtjes die je hier hebt zijn vrij rood getoond. En deze is meteen super donker. Ik vind het wel vaak fijn om een soort van kleurtje ertussen nog te gebruiken in mijn crease. Maar voor deze gouden kleur is ook echt prachtig. En ja, er zitten hier gewoon heel veel hele mooie kleurtjes in. En ik vind het echt een super mooi warm palet. Again, je merkt duidelijk een thema in wat ik fijn vind. Dan heb ik ook dit palet van de Balm. Dat is het Nude Dude palet. De verpakking van dit palet is echt geweldig. Zoals je ziet, allemaal mannen met oogschaduws als balkjes voor hen. Het is echt, ja, ik vind het super leuk bedacht. En de kleurtjes zijn ook heel erg mooi. Ook hier, weet je, heel veel mensen zeggen altijd van ja, hoeveel donkerbruine oogschaduw kan je hebben. Maar ik vind een palet wil ik ook graag voor het mee kunnen nemen op vakantie. En dat mis ik gewoon hier echt weer. Dat er voor dit is wel een donkerbruine kleur, maar er zit dan toch weer een shimmer in. En ik ben echt wel van de matte kleurtjes. En dit is dan een matte kleurtje, maar die is dan weer eigenlijk net te licht voor me. Misschien ben ik heel kieskeurig, maar dat vind ik, ja, een goede matte bruin moet voor mij gewoon in een palet zitten. En daardoor gebruik ik dit palet ook weer alleen in combinatie met andere paletten. Maar er zit hier ook wel weer heel veel mooie, deze hele lichte kleurtjes vind ik heel erg fijn. Er zitten dus weer een paar hele mooie shimmery kleuren, of deze kleuren die je gewoon over je hele ooglid kan gebruiken. En hier, als je het een beetje smoky wil maken, wat paarser. Ik vind dat echt heel mooi. Deze hele donkere paars. De kleur Friendly, die is echt prachtig. En daar kan je echt hele gave looks mee maken. Dus ik vind hem mooi, maar ik merk gewoon dat ik hem er op zichzelf niet vaak genoeg bij pak. Omdat ik dus een paar kleurtjes een beetje mis in dit palet. Maar het is immergen, het palet is gewoon wat rozer en paarser getoond. En dat moest ik, ja, weet je, daarvoor heb ik het ook gekocht. Omdat ik dat nog niet zo veel had. Dus ik moet het maar gewoon meer gaan gebruiken. Want het is wel een heel erg mooi palet. En uit mijn hoofd was hij €35. Dan komen we nu bij mijn lievelingspalet der paletten. Dit is echt gewoon mijn baby. Dit is de Too Faced Chocolate palet. En waarschijnlijk hebben jullie deze allemaal 100 keer gezien op internet. Want dit is van heel veel mensen hun favoriete palet. Ten eerste ruikt het een soort van een chocolade. En heeft het een chocoladereep thema. Heet de kleuren hebben iets met chocolade te maken. En ik ben gek op chocolade. Dus dat vind ik al heel erg pluspunt. Maar ook is er gewoon een heel erg mooi kleurenpalet gekozen. Hier heel veel beetje warme bruin kleurtjes. Kijk, dit en dat zijn gewoon precies de bruine kleuren waar ik het telkens over heb die ik mis in paletten die hier wel in zitten. Ondanks dat ik hem al bijna een jaar heb, zitten er ook nog steeds kleurtjes in die ik eigenlijk niet of nauwelijks heb gebruikt. Maar de laatste tijd probeer ik die ook weer te gebruiken en toen kom ik erachter van hoe mooi ze eigenlijk zijn. En elke keer als ik dit palet een tijdje niet heb gebruikt en ik hem dan weer erbij pak, denk ik wow, oké, dit is waarom het mijn lievelingspalet was. Buiten alleen dus de leuke en mooie kleurencombinaties vind ik ook dus, zoals ik al zei, bij dit paletje van Too Faced. De kwaliteit van de oogschaduws is echt zo goed. Ze blenden zo mooi, zo makkelijk. Ze zijn heel erg zacht en fijn om mee te werken. Dan heb ik ook nog dit palet en hier heb ik ook wel vaker iets over gezegd op mijn kanaal. Ik had deze namelijk gekocht voor bijna dezelfde prijs als die in de winkels is te koop. Ongeveer rond de €40. Alleen later bleek hij nep te zijn. Ik dacht eerst gewoon dat hij echt was. En toen ik hem ging gebruiken vond ik eigenlijk de kwaliteit heel erg tegenvallen. De ogen zijn vrij brokkelig en vrij korrelig. En ik kreeg er niet echt een mooie look mee. Ook merkte ik aan de kleurenselectie. Want heel veel mensen reageren wel eens. Oh, maar de kleuren lijken heel anders. Terwijl ik heb hem een keer naast een palet het echte palet gelegd. En de kleuren zijn wel precies hetzelfde. Maar er zit hier ook weer geen matte bruin in. Wel wordt een hele zwarte kleur, maar die zou ik nooit gebruiken. En ja, ik dacht gewoon, hoe kan het dat iedereen dit zo mooi en fijn palet vindt en ik het zo slecht en ja, lelijk? Nou, niet lelijk. De kleurtjes zijn mooi, maar gewoon niet, het werkt niet. Mijn ooglook wordt er nooit mooi van. En toen bleek hij dus nep te zijn. Dus dat is een beetje jammer, want ik heb er dus wel heel veel geld aan uitgegeven. En het is zonde, maar ja. Dit waren dan al mijn oogschaduwpaletten. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie wat aan gehad hebben. Misschien wat nieuwe dingen op je verlanglijstje hebben kunnen zetten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!